Goedemorgen. Goedemorgen. Annette Nijhuis van Leefbaar Haaksbergen. Waar staat jullie partij voor? Onze partij staat voor sterk betrokken bij de gemeenschappen in Haaksbergen. En daar is ook onze lijst op samengesteld. Mensen die betrokken zijn bij Haaksbergen. Uiteraard ook wordt daar Buurse en Sint Isidorushoeve ook bij. Hoe groot is die groep? Wij hebben een groep van 9 mensen op de lijst staan. Uiteraard zit er nog weer een bestuur achter en ook andere mensen die achter de schermen allerlei activiteiten doen. Maar wij zijn niet van de aantallen, dus dat we grote groepen hebben, maar we zijn vooral van de kwantiteit. Klinkt goed tenminste. Ja, en je moet ook bij elkaar passen. Dat is gewoon ook belangrijk. Pas je bij elkaar. Ja, het moet dus echt klikken, hè? Want het gaat om de samenwerking. Het gaat om de samenwerking. Ik roep altijd, alleen ga je sneller, samen kom je verder. En dan heb je wel een groep nodig wat bij elkaar past, maar wat elkaar ook scherp houdt. Ja. Dat is ook belangrijk. Waarom zou iemand op jullie moeten stemmen? Nou, wij zijn een partij die toegankelijk is. Je kunt benaderen. Hè? Je kunt mij gewoon benaderen, of ik nou op straat loop, of op Facebook, of op Twitter. Je kunt me gewoon benaderen, of in het gemeentehuis, van stel je hebt een vraag. En dat geldt niet alleen voor mij, dat geldt voor onze hele partij. Wij zijn gewoon benaderbaar. Dat vind ik belangrijk, want mensen hebben soms best een drempel om dingen te vragen. Terwijl ik zeg van, nee, dat gemeentehuis en dat huis, dat is gewoon van ons samen. En dat is niet alleen van mij of van mijn partij, maar dat is van ons. Dat is van de inwoner van Haaksbergen. Ja. Wat willen jullie de komende 4 jaar bereiken? Nou, wij hebben een soort wensenlijstje. Speerpunten hebben we opgesteld. En vinden een paar dingen erg belangrijk. Dat is onder andere de asbest. En overal in de landen hoor je dat asbest moet 2024 overal ervan af zijn. Of in ieder geval het zichtbare asbest. En dat is best kostbaar om dat te doen. Nou, er zijn er wel landelijk wat subsidies voor, maar die zijn zo klein en marginaal. Nu kunnen mensen per huishouding 500 kilo gratis inleveren. En wij maken daar 2000 kilo per jaar van. Zodat het ook gestimuleerd wordt dat mensen en het asbest eraf halen. Ja. Maar vervolgens willen we heel graag dat ze daar zonnepanelen voor in de plaats doen. Dus dan snijdt het mes aan 2 kanten. Mm-hmm. Asbest weg, dat is wat we willen. Duurzaamheid komt ook voorop te staan bij ons. En zonnepanelen daarop. Zodat we ook meer aan duurzaamheid doen en geen windmolens nodig hebben. Want dat is ook waar Leefbaar Haaksbergen voor staat. Geen windmolens hier in Haaksbergen. Want uit onderzoek is gebleken dat het hier onvoldoende resultaat heeft. Dus laten we alsjeblieft gaan voor zonnepanelen. Het lijkt ons veel beter. Ja. De zonnepanelen, om daar even op door te gaan. Zit daar nog subsidie op of zo? Nou, landelijk zit daar subsidie op. Dat mensen daar wat voor kunnen krijgen. En je hebt allerlei systemen waardoor je zeg maar, het kunt aanschaffen en het weer kunt verkopen. Dat is allemaal best ingewikkeld voor mensen. En daar willen wij als partij ook wat meer body aan geven de komende 4 jaar. Want dat is wat we de afgelopen 4 jaar niet hebben kunnen doen. We hebben wel in het college gezeten, maar we hebben niet echt onze ambities kunnen waarmaken die we wilden. Want we werden geconfronteerd met een financiële positie die eigenlijk geen ruimte gaf. Die gaf alleen ruimte voor herstel. Maar geen ruimte om ambities te doen. En qua duurzaamheid zouden we graag meer dingen doen. Want we hebben nu maar bijvoorbeeld 1 laadpaal in Haaksbergen. Nou, dat moet je gewoon veel meer maken om dingen te stimuleren. En ook in het verkeersveiligheid, daar zouden we ook graag wat in willen doen. En wat we heel belangrijk vinden is de mantelzorgcompliment. Dat die weer terugkomt. Is enkele jaren geleden afgeschaft. Onder andere ook door de financiële situatie. Maar we vinden het erg belangrijk om de mantelzorger ook te belonen. Wat had er in de afgelopen 4 jaar beter gekund? Nou, beter vind ik niet echt het goede woord. Anders gekund. In ieder geval wat we hadden gewild is wat meer ambities waarmaken. En we zijn eigenlijk alleen bezig geweest om te zorgen dat we weer op een goede nullijn komen. We hadden financieel een echt groot probleem in Haaksbergen. Dus er moest een financieel herstelplan komen. Mm-hmm. En dat hebben we eerst moeten uitvoeren. Dus we zijn weer financieel gezond. Dat is wat er gebeurd is. En dat is wel ten koste gegaan, soms van instellingen met subsidies. En ook de lasten zijn toch voor mensen wel wat verzwaard. En dat hadden we graag anders gezien. Maar het kon niet anders. Dus had het beter gekund? Nee, dit was nodig om nu weer gezond te zijn. En dit jaar hebben we dan ook weer dat de lasten verlaagd zijn voor de mensen. Het is goed, dus hebben mensen dat ook deze week mogen ervaren toen hun WOZ-beschikking kwam. Hij is wat lager. En op zich is die niet eens zo heel spectaculair gestegen. Maar we hadden liever dat
minder gehad. Maar het was even niet anders. Maar dat is misschien in de toekomst weer. Nou, in de toekomst willen we inderdaad de lastenverlichting, vooral bij de burgers, zoveel mogelijk beperken. Maar wel zorgen dat we financieel gezond blijven. En niet weer zo op achterstand komen als wat het 4 jaar geleden was. Want daar wordt niemand beter van. Nee, we willen daar niet meer naar terug. We willen daar niet meer naar terug? Nee, nee, nee. En ik zeg altijd, stel dat het je eigen portemonnee thuis is. Als je minder besteden hebt, moet je daar ook de tering naar de nering zetten. Ja. Het is niet anders. Ja. En dat hebben we gedaan. Ja. Dat is helaas zo. Wat zouden jullie doen als je onverwachts een voordeel had van 1 miljoen? Oh, dat zou een heel mooi cadeautje zijn. Ja. Ik zou als eerste met onze partij, maar ik ga nu even denken voor ze, hè, want ja, nou, ik zou bijna zeggen van die miljoen over, nou, dat is voor ons zo'n grote. Ja, ik gooi het gewoon zo verrassing. Op de bank. Gewoon even op de bank. Op de bank, nou, geweldig. Ik zou dat direct doen als zijnde lastenverlichting voor mensen. Dat iedereen gewoon dat in de portemonnee gaat voelen, dat hij minder lasten heeft, daar zou ik hem direct naartoe doen, als eerste. Ja, en als tweede? Als tweede zou ik ook weer gaan investeren. Om te zorgen dat de zorg, en wij zijn nu bezig zeg maar, om aan de qua preventie dingen te doen, dat kunnen we maar in een bepaald tempo doen, omdat er niet, ook daar niet hele grote zakken geld zijn. Die zou ik dan wat versneld doen, zodat we dat eerder zouden kunnen oplossen. Dat zou ik, want ik vind de zorg ook een heel belangrijk punt. Mensen moeten langer zelfstandig wonen. Dan betekent ook dat wij daarin moeten investeren dat ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Want dat is wel een klein beetje op een laag pitje komen te staan. Hè? Nou, dat valt wel mee, want in Haaksberg hebben we continu de huishoudelijke hulp in stand gehouden. Er zijn veel gemeenten geweest die 3 jaar geleden voor gekozen hebben om de huishoudelijke ondersteuning helemaal weg te halen. Die zijn allemaal wel weer gecorrigeerd door de rechter. Dus in die zin weten we dat allemaal niet meer. Maar Haaksbergen heeft altijd voor gekozen om de professionele huishoudelijke ondersteuning te houden. En dat is een heel groot goed geweest, ondanks onze financiën. En daar ben ik ook echt trots op dat we dat met elkaar hebben kunnen doen als college zijn en coalitie. Dus het miljoen, dat kunnen jullie best wel gebruiken? Dat miljoen kan heel Haaksbergen best wel gebruiken. Dat dacht ik ook. Ja. Een half uur op zijn batterij. Hoe ziet deze gemeente in 2030 eruit volgens jou? Nou, er is een visie 2030 opgesteld door inwoners, burgers, ondernemers en de Raad van Haaksbergen, januari vorig jaar. En daarin is heel duidelijk aangegeven dat wij nog steeds een zelfstandige gemeente willen zijn. Daar staat ook Leefbaar Haaksbergen voor, gemeente Haaksbergen, een zelfstandige gemeente. Maar daar waar wij kunnen samenwerken in de uitvoering, en dat doen we ook al, kijk naar de afdeling Sociale Zaken, daar werken we samen met Bonen en Hengelo. Kijk naar beheer openbare ruimte, werken we samen met Twente Milieu. Kijk naar gemeentelijke belastingen, werken we samen in het GBT in Hengelo. Dat vinden wij gewoon heel erg belangrijk, daar waar het kan. Werk samen met meerdere partijen, want hoe groter je bent, hoe meer massa je hebt en dus ook het goedkoop kunt houden. Maar wel met dat mensen hier in Haaksbergen gewoon op het gemeentehuis terecht kunnen met hun vraag. Daar worden ze te woord gestaan. En hoe we het aan de achterkant regelen, dat is voor mensen niet zo interessant, als het maar geregeld wordt. Ja. Hoe zal de zetelverdeling zijn volgens jou? Kan ik die met je doornemen? Nou, die mag u wel proberen door te nemen, maar dat ga ik niet doen. Het is altijd natuurlijk een, hè? Nou, het is koffiedik kijken, maar ik vind ook gewoon dat mensen zelf gaan kiezen. En ik wil vooral dat iedereen gaat kiezen, ga stemmen alsjeblieft. Ja. En dat vind ik heel belangrijk. Ja. Want een stemrechter is er nog helemaal niet zo lang. En maak er alsjeblieft gebruik van. En de stemverdeling, ik kan niet, dan ga ik allerlei aannames doen en gokken doen, daar hou ik niet zo van. De mensen moeten gewoon kiezen. En ik zou zeggen, kies voor het belang van Haaksbergen. Dat is waar wij ook voor staan als Leefbaar Haaksbergen. Dus ik adviseer mensen vooral, stem op ons en kijk onze programma gewoon goed door en onze speerpunten. We hebben 8 speerpunten, die zijn heel overzichtelijk. Er zit vast wat voor je bij. En ons programma is ook niet al te ingewikkeld. Die staat ook op onze website. Is ook maar slechts 8 pagina's. Dus dat is ook gewoon heel snel door te scrollen. En qua zetelverdeling, ja, ik waag me daar niet aan. Ik vind dat mensen zelf echt moeten weten waar zij zich goed bij voelen. Daar moeten zij op stemmen. En anders ga ik sturen. En ik vind niet dat ik moet sturen in waar mensen op moeten, wat ze moeten doen. Ik zou ze alleen, kan alleen zeggen waar ik voor sta en waar wij voor staan. En dat is voor Leefbaar Haaksbergen. Algemeen belang van Haaksbergen, die vind ik het belangrijkste. Heb je hier nog ergens
iets aan toe te voegen? Dat je zegt, dit wil ik toch nog eventjes kwijt voor Leefbaar Haaksbergen? Nou, ik wil voor mensen echt kwijt van, wij hebben een mooie lijst, een nieuwe lijst. Ik ben de enige vrouwelijke lijsttrekker. Vind ik toch ook wel weer zorgelijk dat de rest van de partijen bijna alleen maar met mannen komt. Wij hebben bij de eerste vijf hebben we gewoon 3 vrouwen zitten. Dus ik ben niet de enige. Op nummer 2 staat André Hendricks, onze voormalige marktmanager hier. Alom bekend, verbindende man. Wim Nijhuis, bomvol ervaring. Wendy Engelman, nummer 4, ook een nieuw gezicht. Een zelfstandig ondernemer, een pedicure die graag wat voor Haaksbergen wil betekenen. Anja Katz, met al haar ervaringen die ze heeft op nummer 5. En op nummer 6, Kort Braak uit Buurzen. Nou, iedereen kent hem. Voormalig voorzitter van de voetbal, spreekstalmeester van Buurzen. Is gewoon goed geborgd. Dus kom maar op en stem op Leefbaar Haaksbergen. Nou, ik dacht dat dit een hele mooie afsluiting was. Mag ik jou bedanken voor bij mij op de bank te mogen zitten. Graag gedaan en dankjewel voor je uitnodiging. Oké, dank je.